Mozes. En we gaan het ook hebben over Mozes. Dus ik denk dat hij zich wel aangesproken voelt, of niet, Mozes? Nee? Oh, ik heb het over die jonge man daarachter in de zaal. Ja, goedemorgen. We hebben het over jou, ja. Broeders en zusters, ik ontmoette van de week een vader, een broeder, wiens kinderen, hij maakte zich al zorg, dat zijn kinderen, zij leefden in diepe duisternis. Maar de boodschap van morgen, te midden van de grootste duisternis, is er altijd een mogelijkheid voor een licht. Zo ontmoette ik van de week ook een broeder en die had het erover dat verschillende mensen in zijn leven van grote betekenis zijn geweest. Hij was niet gekomen daar waar hij nu was zonder de medewerking, zonder de positieve invloed van die mensen. En zo was ik dus gistermiddag met Bea was ik op Urk op visite bij mijn zwager. En hij vertelde van een van zijn kleinzoons. Die had met de studeren had hij er helemaal niks van gebakken. School, opleiding, het liep allemaal helemaal niet zoals het hoort. Maar op een gegeven moment komt hij op een binnenvaartschip, komt hij bij een schipper en die zegt tegen hem, jij gaat eerst studeren en jij gaat diploma's halen. Goed, dan was het zo op die boot, dat was ook weinig vermaak. Dus als hij een paar uurtjes voor zichzelf had, ja, dan was er ook maar weinig anders te doen dan noodgedwongen te gaan studeren. Met als gevolg dat hij is gaan studeren, hij heeft diploma's gehaald en hij is nu een van de grote binnenvaartschippers hier in Nederland. Wat was deze man wel niet van grote invloed in het leven van deze jongen? En zo wil ik vanmorgen een paar dingen met u delen aan de hand van Exodus 2. Mozes. En let wel wat ik zeg, naar de mens gesproken, zou nooit geworden zijn zonder de invloed van één belangrijke vrouw. Van één belangrijke vrouw. Een vrouw die menselijke wijze in grote duisternis leefde. Dus we zouden zeggen, hoe is het mogelijk? En wel, deze vrouw is de dochter van de farao. Daar wil ik graag met u iets over lezen en delen. Ik hoop dat u uw Bijbel hebt meegenomen, dan kunt u mij helemaal volgen. Exodus hoofdstuk 2. En dan lezen wij vanaf vers 1 tot met vers 10. Mozes geboorte en opvoeding. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw en deze werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Maar langer kon ze niet verborgen houden, en daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in een riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster Mirjam in dit geval, ging op enige afstand staan om te zien, om te kijken wat haar met haar kleine broertje van 3 maanden oud zou gebeuren. En toen kwam de dochter van de farao om de Nijl te baden. En intussen wandelde hij haar dienaressen langs de Nijl. En ze zag het kistje in het riet en zond de slavin om het te halen. En toen ze het opendeed, zag zij het kind. En zie het jongetje schreide, zodat ze medelijden met hem kreeg en zeide, dit is een Hebreeuws kind. En toen zeide zijn zuster tot de dochter van farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedsel gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van de farao zeide tot haar, ja. En toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van farao zeide tot deze, neem het kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik u het uit de toekomende loon geven. En daarom nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen. En ze noemde hem Mozes. Want, zeiden zij, ik heb hem uit het water getrokken. Het thema eigenlijk van deze morgen is licht in het hart van de diepste duisternis.
Er valt ons eigenlijk 3, zo niet 4 dingen op in het leven van deze dochter van de farao en dat 3 maanden oude babytje genaamd Mozes, die daar drijft op de Nijl in een biezenkistje. Nou goed, we hebben van de week even met elkaar doorgenomen. Dat biezenkistje staat gelijk aan ark, aan de ark van Mozes, maar goed, aan de ark van Noach. Maar dat laat ik maar even voor wat het is. Het eerste wat mij opvalt in dit verhaal, dat als daar op een gegeven ogenblik, we hebben het ook gelezen, dat als de farao een besluit neemt om alle jongetjes die geboren worden onder de Hebreeën, om die te doden, want hij wil niet dat het Hebreeuwse volk zijn overhand zal krijgen, dan lezen wij dat in het huisgezin van de Leviet, dat daar op een gegeven ogenblik Mozes wordt geboren. En dan is hij 3 maanden oud en dan zien ze geen kans meer om dat kind stil te houden en in huis te houden. En wat doen ze dan? Dan maken ze een biezenkistje en ze laten het wegvaren, of wegdrijven beter gezegd, daar op de Nijl. En dan is daar de dochter van de farao die met haar dienaressen aankomt wandelen, want zij gaat zich baden. En aan het eerste wat ons opvalt in vers 6, dat zij zag het kistje in het riet, zond haar slavin om het te halen. Ze zien daar op een gegeven moment daar zo'n biezen kistje, zo'n biezen mandje, of zo'n arkje beter gezegd, drijven op de Nijl. En dan zegt ze tegen de dienaressen: hé, hey, wat drijft daar? Haal dat eens voor me. En dan die slavinnen die nemen dat mandje en brengen het bij de dochter van de farao. En dan het eerste wat we lezen: en zie, toen zij het opendeed, zag het kind. Het is een jongetje. En dan lezen we: het huilde. En dan krijgt die dochter van de farao krijgt medelijden. Nou, het eerste dat mij al opvalt, dat is natuurlijk een hele menselijke reactie. Als je daar zo'n klein babytje ziet van 3 maanden oud en het huilt. Dat je dan, zeker ook als vrouw, al is het dan niet je eigen kind, dat je dan bewogen wordt. Medelijden krijgt. Nou zou je daar natuurlijk heel veel over kunnen zeggen, over de reactie van ons als mens op de nood van deze wereld. Nou, ik heb dat meerdere malen ook wel vanaf deze plaats gezegd. Dat toen wij voor het eerst de media kregen, onder andere de tv, en je zag dan de nood van deze wereld, dan werd je diep in je hart geraakt en ontroerd. Maar inmiddels kennen we al vele jaren de media. En er komt zoveel naar ons toe aan leed en verdriet, dat je nog wel eens afvraagt, zijn we nog echt bewogen over de nood in deze wereld? Of zijn we juist door het enorme vele verdriet en nood misschien wel afgestompt? Dat kan. Dat kan. Nou, deze dochter van de farao, als ze daar dat jongetje ziet huilen, dan krijgt zij medelijden. Dat is het eerste. Maar dan het tweede, dan lezen we daar in het slot van vers 6. Dan zegt ze: hé, dit is en geen Egyptisch jongetje, dit is een Hebreeuws jongetje. En dan komt ze eigenlijk tot ontdekking, dan dringt het tot haar door, dat er staat natuurlijk heel veel te gebeuren. Want dat verandert meteen de situatie. Want haar vader heeft een bevel uitgegeven dat al die jongetjes moesten worden gedood. En nu staat zij hier oog in oog met zo'n klein Hebreeuws babytje. Dus ze voelt wel aan, als ze dat babytje redt, dan overtreedt zij het bevel van de farao. Dus er staat heel veel op het spel voor deze vrouw. En daar komt bij, ze weet drommels goed dat ze niet alleen is. Want ze heeft de nodige slavinnen om zich heen. En ze weet, als ik dat jongetje ga redden, dan kan dat wel eens doorverteld worden. Want je moet weten dat ook aan de hof van farao werd enorm veel geroddeld. Dus ze voelt wel aan, als ik dit jongetje ga redden, dan staat er ook voor mij
heel veel op het spel. Het was heel normaal dat er ook aan, zelfs aan de offerfaro veel weggeroddeld. Maar dat verandert haar mening, haar besluit niet. Ze vat moed door haar medelijden. En ze deinst er niet voor terug om over te gaan tot actie. Dan lezen we op een gegeven moment in vers 7, dat als zij zegt, dit is een Hebreeuws kind, dan is daar de zuster van farao, Mirjam, en die zegt dan tot de dochter van de farao, zal ik voor u uit Hebreeuwse vrouwen niet een moeder halen, maar een voedster. Terwijl ze eigenlijk in haar achterhoofd, ik haal geen voedster, maar ik haal de moeder. Nou, en dan de omgang tussen die Mirjam en die dochter van de farao. Ze spreken elkaar aan als gelijken. Er wordt niet gesproken haar majesteit. Als wij onze prinsessen tegenkomen, ja, dan noem je de prinsessen niet bij naam. Dan gebruik je daar de nodige titels voor. Maar hier is het gewoon als gelijken. Dat is ook heel apart. Zoals hier Mirjam omgaat, daar met die dochter van de farao. Die vrouwen die spreken als gelijken elkaar aan. En dan zegt Mirjam tegen de dochter van de farao, zal ik een voedster voor u zoeken? Nou, dan stemt ze toe. De dochter van de farao zeide tot haar, ja. En wat lezen we dan in vers 8? Toen ging het meisje niet de voedster roepen, maar ze gaat naar de moeder toe. Nou, lieve mensen, het is ongelooflijk wat een spanning er in dit hele gebeuren is geweest. En wat een moed neemt deze dochter van de farao. Maar dan komt eigenlijk nog wel het bijzondere. En dat lees je in vers 10. Toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van de farao. En dan lees je, en hij werd door haar als zoon aangenomen. En ze noemde hem Mozes. Want, zeiden zij, ik heb hem uit het water getrokken. Er zijn eigenlijk een paar dingen wat opvalt. Dat als vierde, als het kind groot genoeg is, dan brengt Mirjam, de ouders van Mozes, die brengen dan het kind bij de farao. En deze neemt dan Mozes aan als haar eigen kind. En geeft het ook zelf een naam. Nou, dat was heel ongewoon, want uiteindelijk zijn het de ouders die het kind een naam geven. Of zoals we vele malen ook in het Oude Testament lezen, dat God bijvoorbeeld al een naam voor een desbetreffend kind heeft. Dus dat is ook heel ongewoon dat deze pure heidense vrouw daar Mozes zelf Mozes noemt. En als haar zoon adopteert. Nou, lieve mensen, ik vind dat zo ongelooflijk bijzonder. Zo'n treffend verhaal. En daarom heb ik al gezegd, lieve mensen, al hoe duister het misschien ook in het leven om ons heen is, of misschien wel in uw eigen gezin, of misschien wel in uw familie, of waar dan ook, zeg nooit, nooit. Er kan altijd licht zijn, te midden van de duisternis. Deze dochter van de farao toont zich als een enorme, moedige vrouw. Ze stelt haar eigen leven, stelt ze eigenlijk op het spel. Want ze heeft weinig te verliezen, maar alles te winnen. Als het gaat om het redden van dit kind. Nou is natuurlijk de vraag van, hoe heette nou eigenlijk deze vrouw? Deze dochter van de farao, als zij dan op een gegeven ogenblik Mozes adopteert
als haar eigen zoon. Wie was eigenlijk deze vrouw? Hoe heet zij? Nou, als u uw Bijbel open hebt, gaat u dan eens met me mee naar 1 Kronieken 4. 1 Kronieken 4. En daar lees ik in 1 Kronieken 4. Dit zijn de zonen van Bidja, vers 17. De dochter van Farao. De dochter van de Farao. Wat wordt daar Bidja genoemd? Oftewel Badja. En Badja betekent dochter van God. Dit vind ik eigenlijk nog het meest wat mij heeft aangeraakt. Deze moedige vrouw, waar veel op het spel stond, zij overtrad het bevel van haar eigen vader, de dochter van de farao, had gezegd, alle baby'tjes moeten vermoord worden. En zij had de moed om dat Hebreeuwse jongetje in het leven te houden. En hem binnen de muur van vijandelijk gebied te halen, in de hof van Farao. En dan adopteert zij dat kind als haar eigen zoon. Dan noemt zij Mozes als haar eigen zoon. En dan zegt God tegen jou, ik geef je de naam Bidja, Badja, dochter van God. Ik vind het ongelooflijk. Wat bijzonder. Wat een bijzonder verhaal van een vrouw. Mozes had menselijkerwijs nooit de leider geworden, de Mozes geworden, zonder de moed van deze vrouw, zonder de invloed van deze dochter van de farao. Broeders en zusters, dit zijn levenslessen. Dit betekent dat te midden van de grootste duisternis er soms altijd een licht, een straaltje van hoop en licht kan zijn. Want vul nou eens even niet die dochter van Farao in. Maar vul dan bijvoorbeeld eens even in Hitlers dochter. Of Stalins dochter. Nou, als ik die namen hoor, Hitler en Stalin, dan heb ik het over tirannen. En wat hebben zij wel niet gedaan in de menselijke geschiedenis voor kwaad? Maar lieve mensen, te midden van de grootste duisternis is er altijd een straaltje van hoop. En Jonathan Sacks heeft terecht gezegd, tirannie kan menselijkheid niet stuk maken. Morele moed wordt soms gevonden in het hart van de diepste duisternis. Dat betekent, lieve mensen, dat als het om mensen gaat, mogen wij nooit alle mensen over één kam scheren. Want wij hebben hier gelezen, de Egyptenaren waren niet allemaal even slecht. Er was zelfs een dochter van de farao met een ongekende moed en inspiratie om daar die Mozes te redden. Niets maakt beter duidelijk dan de Torah zelf. Hij is niet etnocentrisch als het gaat om de denkwereld. Dat moeten we erkennen, waar we die ook vinden. Zelfs onder onze grootste vijanden, dat de diepste kern van de menselijke waarden, menselijkheid, mededogen, moed, is werkelijk universeel. Misschien heiligheid niet. Dat kan wel een ander verhaal zijn. Maar wel als het gaat om de goedheid. Ik heb een dia meegenomen. En ik wil aan Rahid vragen om die dia even te laten zien.
En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Dat is een dia. En die wordt genoemd Yad Yashem. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam, Yad Vashem, geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Dat is eigenlijk een gedenkteken in Jeruzalem, waar meer dan 200 niet-Joden, mensen uit de heidenen, uit de pure heidenwereld, die allemaal iets betekend hebben voor de Joden. En ze hebben daar een hele speciale laan voor gemaakt. Met 200 prachtige mooie bomen en gedenktekens. De laan van de rechtvaardigen onder de volkeren. Nou, broers en zusters, ik ben best wel geraakt door deze dia en door dit verhaal. De Joden zeggen dat zelfs onder de grootste vijanden kan er altijd nog een hoop zijn. Kan er altijd nog licht zijn. En broeders en zusters, dat is dus ook de reden dat ik begonnen ben vanmorgen. Dat als je vader bent, als je moeder bent, als je deel uitmaakt van een familie waarvan de duisternis heel groot is, never give up. Er kan altijd een mogelijkheid zijn van een lichtstraal. Er kan altijd iets plaatsvinden, een groot wonder, waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Het leven kan daardoor altijd verrassingen hebben. Zoals ik vertelde van deze jongen. Qua onderwijs, hij gooide op een gegeven moment in zijn jonge jaren de pet naar. Maar toen was er één man die kwam in zijn leven en zei, en jij gaat eerst studeren. We hebben nu weinig vermaak aan boord. Met als gevolg dat deze jongen die haalde zijn diploma's. En momenteel is hij een groot schipper van een groot binnenvaartschip. Waar zelfs zijn ouders en grootouders heel trots op zijn. Lieve mensen, dat is als mensen op een gegeven moment in je leven komen. Dan kunnen ze van grote waarde en invloed zijn, ook voor ons zelfs, al christenen. Daarom, lieve mensen, dat was het verhaal met zo inspireerde. We zijn begonnen met Petrus, hij liep over de zee. Hij wandelde en hij ging naar Jezus toe. Want we zijn geëindigd met die kleine Mozes. 3 maanden oud, hij dreef daar op het water. Maar God had een plan voor hem. Hij stuurde zelfs een van de grootste vijanden van het volk van Israël, de dochter van de farao. En zij werd het middel om Mozes te maken tot datgene wat hij later geworden is. Een grote man van God. Halleluja. Never give up, lieve mensen. Er is altijd hoop. En gooi nooit alle mensen over één kam. Geloof en vertrouw dat er altijd een dag kan zijn. Dat er verandering kan komen in jou en in mijn situatie. Ten positieve natuur. In positief opzicht. Halleluja. Amen. Amen.